Kinderen bewegen steeds minder, raken eerder geblesseerd, haken ook eerder af in hun sport. En dat is niet goed. Dat is geen goed fundament om in de breedte en in de topsport je te ontwikkelen. Dit boek zou je moeten aanschaffen omdat het belangrijk is te begrijpen waarom je dit toepast. Het is belangrijk om te begrijpen hoe je moet samenwerken met andere verenigingen als je die opties zelf niet in huis hebt. Om te begrijpen dat er sensitieve fases in zijn waarin je voor jongens en voor meisjes verschillend specifieke oefeningen juist wel moet doen of niet. Om te begrijpen dat de hele fase van groei zeer individueel is. Dat er geen kalenderleeftijd meer bestaat, maar alleen maar de biologische ontwikkelingsleeftijd gekoppeld aan oefenstof. Als je dat begrijpt, kan je dat toepassen binnen elke sport en is dat van belang voor het uiteindelijke effect. Of het nou gezondheid is of presteren.